Dag dames en heren, ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. Vandaag doen we dat vanuit de gemeente Westland, waar deze week de naam van de nieuwe burgemeester bekend werd gemaakt. Wat zit er vandaag allemaal in onze uitzending? Tassenactie voor hulplijn tegen huiselijk geweld. Als mijn ex-partner aan het bier begon, dan met het vierde biertje, dan ging ik naar buiten. Vogelaars zijn wild enthousiast. De pestvogel is namelijk gespot in Den Haag. Heel bijzonder. Het is zo'n verschrikkelijk mooie vogel om te zien. En Ron van Bodegem is een ware held. Hij redt een peuter uit een zinkende auto in Naaldwijk. Nou, ik dacht alleen maar dat kindje moet eruit. Als die auto verder zag, dan zag het kindje misschien ook onder water. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. De 11-jarige Eva uit Den Haag is dol op fotograferen. En die passie heeft haar nu al een nominatie opgeleverd. Een van haar foto's is geselecteerd voor een fotoprijs. Namelijk de Kids Award van het Wereld Natuurfonds. Eva gaat erop uit in de Haagse duinen. Uiteraard met haar iPad binnen handbereik, want daarmee maakt ze de mooiste foto's. Het miezert, maar dat deert haar niet. Nou, het maakt eigenlijk heel weinig uit welk weer het is. Het is alsnog wel leuk hier. Ja, want het is een beetje regenachtig. Wat is het grote voordeel daarvan dan voor jou? Dat er minder mensen zijn, dus dan zijn er meer dieren. Dan heb je meer kans dat je dieren kan fotograferen. Binnen de kortste keren schiet Eva van het pad af. Ze ziet iets interessants. Waarom maak je juist deze foto? Omdat ik hem heel mooi vind en ik vind het een beetje lijken op de Sahara. Even is fotografie. Die ziet in alles plaatjes. Die is zo visueel ingesteld. Buiten, binnen. Altijd wil ze foto's maken. En ziet ze iets, dan ziet ze een detail. Wat ze, nou ja, dat wil ze vastleggen. En daar maakt ze dan een foto mee. En dat loont, zo blijkt. Want een foto die Eva op reis in Costa Rica maakt van een uilvlinder is uit meer dan 7000 inzendingen geselecteerd. En genomineerd voor een fotowedstrijd van het Wereld Natuurfonds. Dit is hem. En ik heb hem zonder te bewerken gemaakt. En dat vind ik zelf heel leuk. Ze is in haar categorie voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar een van de 10 genomineerden en wil graag winnen. Dat is wel zo dat ik de anderen wel sommige mooier vind dan die van mij. Dus ik ben ook voor hun, ik wil ook wel voor hun dat ze winnen en ik wil het liefst natuurlijk wel voor mezelf. Is een fotograaf in de dop? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker wel. In ieder geval iets met fotografie of tekenen. In ieder geval iets visueels, beeldends. Dat is zeker iets voor Eva. Als ik aan jou vraag, wat wil je laten worden? Wat zeg je dan? Cabaretier. Geen fotografen? Nee. Maar als dat misschien niet lukt, dan wel. Misschien. In Noordwijk, Leiden en Voorhout heeft de politie 6 mannen aangehouden voor brandstichting, vernieling en drugshandel. De verdachten maken deel uit van een groep die deze zomer voor veel overlast zorgde in de wijk Boerenburg in Noordwijk. De buurt en de verdachten slapen nog als de politie vanmorgen voor de deur staat. Het is inmiddels iets voor 7 en de politie is niet alleen hier binnengevallen, maar doet dat tegelijk op 7 verschillende locaties. Er worden 6 verdachten aangehouden. Eentje blijkt niet thuis. Ze worden allemaal verdacht van brandstichting of vernieling. 2 van hen worden ook verdacht van de handel in drugs. Het zijn mensen tussen de 16 en de 23 jaar. Een harde kern van een groep jongeren die hier echt wel de boel de afgelopen tijd verziekt hebben. De groep zorgt deze zomer voor veel overlast rondom dit plein. Er worden auto's in brand gestoken en in drugs gehandeld. De buurt voelt zich geïntimideerd. De burgemeester zet een zwaar middel in om de rust te herstellen. Een noodverordening tot opluchting van omwonenden. Ik heb wel vertrouwen in dat de rust wel weer een keer terugkeert binnenkort. Helpt zo'n noodverordening daarbij, denk je? Ik denk het wel. Een aantal jongeren mag niet meer in de wijk komen. De recherche start een groot onderzoek naar de overlastgevers. De recherche heeft hier met een team 3-4 maanden op dit bureau Noordwijk achter de schermen onderzoek gedaan. De blauwe jongens de uniformdienst van informatie voorzien. En er was één grote legpuzzel en die heeft de recherche keurig netjes in elkaar gelegd. In september worden al 3 verdachten aangehouden. Met die van vanmorgen komt het totaal op 9. De aanhoudingen moeten de rust terugbrengen in de wijk. Achter de schermen zijn we gewoon keihard aan de gang gegaan. Dus het is sowieso een mooi signaal en de angel is eruit. Na hun aanhouding zijn de verdachten naar Leiden in Den Haag gebracht. Daar worden ze verhoord.
Woensdag of donderdag wordt besloten of ze langer vast blijven zitten. De winnaar van de Zoeterwoudse kaaskeuring is kaasboerderij De Vierhuizen van de familie Van Leeuwen. Het is nog de laatst overgebleven kaaskeuring in de Leidse regio en daarom belangrijk in de kaaswereld. Nou, de familie Van Leeuwen die viel maar liefst 3 keer in de prijzen voor onder andere de lekkerste oude en belegen kaas. Nou, dit is dus de oude kaas van vorig jaar september gemaakt. Die is dus door de keurmeesters beoordeeld als super lekker. Oma Lydia Van Leeuwen is in de familie de ervaren rot in het kaas maken. Daarnaast staat ze in de winkel van de kaasboerderij en heeft ze haar zoon het vak geleerd. Ondanks al haar ervaring is ze toch erg blij met de waardering. Ja, als je kaas er dan echt op 2 categorieën als de hoogste uitkomt, dan winnen we dus ook nog de wisseltrofee en super trots. We zitten hier in deze kaasmakerij nu een kleine 2 jaar. En dat is toch altijd spannend of je dan weer de kwaliteit kunt bereiken die je daarvoor ook had. En bovendien ben ik vers in het vak. Dus ja, toch altijd een beetje zoeken of je dan de kwaliteit kunt bereiken. Maar ja, zo'n prijs is dan een mooie bevestiging van, nou, we zijn niet helemaal verkeerd bezig. Het winnen van deze belangrijke kaaskeuring komt dus op het moment dat de boerderij overgaat van de ene op de andere generatie. Wat het voor ons betekent is dat we gewoon heel veel energie ervan krijgen. Want ja, als je merkt dat het met de kwaliteit van je kaas goed gaat, dan heb je ook heel veel meer plezier in je werk. En dan verkoopt het ook makkelijker natuurlijk naar de klanten, naar onze winkels toe. Ja, wat is ons geheim? Nou, ik denk dat wat we doen, maar daar zijn we ook niet uniek in, maar is wel een continue aandacht hebben voor verbetering van de kwaliteit. En zo proberen we stapje voor stapje iedere keer bij te houden van hoe is de kwaliteit, wat moeten we aanpassen in het proces. Zo zijn we continu bezig met zo goed mogelijke kwaliteit te bereiken. Ja. Jongeren die niet zo dol zijn op de schoolbanken of tussen wal en schip dreigen te raken, kunnen in Scheveningen toch carrière maken. 15 jongens krijgen daar in een buurthuis namelijk les in het fileren en afhandelen van de vis. Kijk, ik wil even bijstaan. Het is de eerste dag van de vakopleiding in buurthuis De Mallemok vlakbij de haven. De jongens komen allemaal uit Duindorp. Ik vind het wel lachen met z'n allen, weet je wel, van je eigen buurt. Dan kun je een beetje lol maken nog, je kent iedereen, het is niet zo van, het is echt de eerste schooldag. En dan kijk, dit gebruik je als een lekker bekkie. Wat noemen jullie dat hier ook, of wat noemen jullie het speciaal? Ze vinden de school niet echt heel erg leuk, dus je moet ze ook niet de hele dag in een schoolbank zetten. En wat wij nu gedaan hebben, is ze combineren in de praktijk. En 1 dag zitten ze hier, in hun eigen omgeving. Dat werkt op zich voor deze studenten het beste. Ja, zo kan het ook, maar dan sta je eigenlijk door de graad heen, hè? Dit zijn jongens die visfileerder worden, dus die en kennis krijgen van alle visproducten. Dus die kennen alle vissen van haven tot gort en die weten precies welke vissoorten er zijn, hoe ze die moeten bewerken. Die mannen in de vissector zeggen dat komt wel goed met die jongens. Die gaan wij wel een vak leren. Ja, dat is de uitdaging om die jongens een beetje wegwijs te maken in de visbranche. En dat is de hele keten door, vanaf de vis af aanvoer van vis tot aan het verwerken van vis en tot aan een gerechtje. Dus dat is een beetje de basis. Dus de liefde en de passie voor het vak en voor het product vissen overbrengen. De jongens zien de opleiding wel zitten. We hadden met onze vrienden afgesproken om deze opleiding eigenlijk te doen. En dat leek ons wel leuk. Ik vind het lekker ruiken. Ik vind het hartstikke leuk om ermee te merken. Want het is ook lekker glibberig. En als je gaat fileren, de feeling daarvoor, het is ook hartstikke leuk om mee te maken. Ja, het duurt 1 jaar. Zo voorbij. Ik ga gewoon mijn best doen. Dus het komt wel goed. Ja. Het is ambacht en de ambacht scheelt om mensen die met passie aan de slag willen, met hun handen willen werken. Is daar een tekort aan? Daar is zeker tekort aan. Maar of deze leerlingen dat tekort werkelijk gaan opvullen over 1 jaar is de vraag. Ja, dan zit ik wel in de techniek, denk ik. In de techniek? Niet met de vis? Nee, niet met de vis. Ik wil mijn diploma halen en dan ga ik naar een tekenopleiding in Rotterdam en dan word ik tatoeëraar. De visbedrijven zullen hier en daar achter het net vissen met de leerlingen. Maar vandaag voelen de jongens zich met deze opleiding als een vis in het water. Dit is gewoon mijn plek nu. Hier ga ik het ook afmaken. Hier ben ik echt blij mee.
Honderden tassen hebben ze al binnen. De vrijwilligers van de hulplijn Hear My Voice zamelen ze in om ze vervolgens te verkopen. En de opbrengst gaat naar de anonieme hulplijn. Die is bedoeld voor slachtoffers van huiselijk geweld. En het bijzondere aan Hear My Voice is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen aan lotgenoten. Mensen dus die ook slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Als mijn ex-partner aan het bier begon, dan met het vierde biertje, dan ging ik naar buiten. Ja, dan liep ik dus wel eens hele nachten buiten. En dan had het best fijn geweest als er een Hear My Voice had geweest. Waar je dus naartoe had kunnen bellen. En nu luistert Cindy naar andere mensen hun pijnlijk verhaal. Je hoort het in het heel schuchter beginnen met vertellen. En op het moment dat ze merken dat je ze begrijpt en dat je echt naar ze luistert. Ja, dan volgen de gesprekken van anderhalf, twee uur. Omdat zo'n luisterend oor zo nodig is, zamelt de serviceorganisatie voor vrouwen Zonta tassen in voor de verkoop. Een van onze doelen is ook van Zonta om geweld tegen te gaan tegen vrouwen. En daarom vinden wij het belangrijk om tassen in te zamelen, zodat Hear My Voice een telefoonlijn uit kan breiden. Van de opbrengst van de tassen worden niet alleen telefoons aangeschaft. De hulpverleners worden ook getraind om goed te reageren aan de telefoon. Nou, ik laat ze eerst zelf het woord doen. En ze mogen me best vragen over mijn verleden. En dan voelen ze aan van, oh, het is toch wat ik ook heb meegemaakt. Dus ze luistert ook echt naar me. En dat is ook wat ik aan het einde van het gesprek altijd hoor. Van, ik ben blij dat je geluisterd hebt. Ik ben een beetje opgelucht nu. Ik weet nu wat ik moet doen. En ja, ze hangen tevreden op. Soms bellen ze nog een paar keer. Dus komt allen op 25 november naar de tassenverkoop in het Haagse Nutshuis. En dan ook nog even dit. Wil ik ook vertellen dat het niet alleen voor vrouwen is die mogen bellen, ook mannen bellen. De nieuwe burgemeester van de gemeente Westland wordt bekendgemaakt. Het is de Drent Bouke Arends. Nu is hij nog wethouder in de gemeente Emmen. De 52-jarige Arends neemt het stokje over van interim-burgemeester Agnes van Ardenne. Hierbij meld ik dat de raad van de gemeente Westland de minister van Binnenlandse Zaken zal verzoeken om de heer Bouke Arends voor te dragen als de nieuwe kroonbenoemde burgemeester van onze gemeente Westland. En met deze aankondiging valt er spanning van Bouke Arends af. Ontzettend. Ja. Ja. Kijk, als je iets graag wilt, dan wil je ook graag tot het einde toe dat het goed gaat. En dan hoop ik dat het bericht komt van je bent het geworden. Ik ben zeer blij, maar ik voel me ook heel erg vereerd dat de gemeenteraad mij heeft voorgedragen. Is een Drent in het Westland wel een goede match? Ik zag altijd van in Drenthe, in Emmen liggen de overhemden met opgestroopte mouwen in de winkel. Dat is volgens mij ook hier het kenmerk. Dus wat dat betreft, qua mentaliteit zit dat wel goed. Het is gewoon een heel rustig type. Want doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En ik denk dat dat wel bij heel veel Westlanders past. Hij maakt een degelijk indruk. Geen bravoerman, harde werker. En ik denk dat hij goed contact met de Westlanders zal gaan maken. Bouke Arends is de keus van de gemeenteraad. En ik ben blij dat we weer een door de kroon benoemde burgemeester hebben zometeen. Want dan kunnen we voortvarend verder met het opbouwen van onze gemeente. Arends weet dat er een politieke cultuuromslag op zijn bordje ligt. Van ons kent ons naar een meer zakelijke cultuur. Nou, ik denk dat als je een cultuuromslag wilt bewerkstelligen, dat iedereen daar mee betrokken moet worden. En ik zie er erg naar uit om daar mijn steentje aan bij te dragen. Is hij ook de man die voor een cultuuromslag kan gaan zorgen binnen de gemeente Westland? Daar hebben we nog aan gedacht en ook zelfs over gesproken. Ik denk het wel, dat hij de karaktereigenschappen heeft die daar geschikt voor zijn. Ik heb er al het vertrouwen in dat hij rust kan brengen in de gemeenteraad. En ook de regels en de orde in raadzaal eindelijk kan gaan handhaven. In het Westland zijn ze veelal positief over de nieuwe burgemeester. Lijkt me wel een geschikte kerel. Ik zag vanochtend die foto in de krant en ik heb hem even horen praten zo, zijn doen en laten, maar lijkt me wel een goeie. Ja, een beetje vreemde zaak, toch? Waarom? Nou ja, altijd het beste van hier uit de streek. U had liever een Westlander gezien? Uiteraard wel. Een PvdA-burgemeester in een niet echt PvdA-bolwerk? Het maakt niet uit, als het maar een goede man is. Het maakt niet uit. Ja, ik zag zijn gezicht en ja, ik weet eigenlijk niet wat ik dacht. Maar ik had er geen verkeerd gevoel bij. Er is een bijzondere gast gespot in de Haagse Houtwijk. Het is de pestvogel. Het beestje hoort eigenlijk thuis in Siberië. Maar ja, als het daar erg koud wordt, dan wil die nog wel eens afzakken naar warmere oorden. Bijvoorbeeld dus naar Nederland.
En het leuke is, die pestvogel is helemaal niet schuw. Vreemde vogels trekken vreemde vogels aan. Heel bijzonder. Het is zo'n verschrikkelijk mooie vogel om te zien. Voor de vogelaars is het toch bijzonder. Ze zijn er waarschijnlijk wel elk jaar, maar niet altijd op een plekje waar je ze kan zien. En het is een prachtig vogeltje. Het is bijzonder. Ik woon hier om de hoek. En ik wilde een paar jaar op zoek naar de pestvogel. En toen had ik toevallig zondag het geluid goed bestudeerd. En op maandagochtend om 7:45 kom ik mijn keuken in. En ik denk, wat krijgen we nou? En ja hoor, daar zaten ze achter mijn huis in de boom. Het is een sport voor vogelaars om zoveel mogelijk soorten in hun boekje te hebben. En deze had ik nog niet en nu wel. Hoe belangrijk is dat? Nou, belangrijk is het niet, maar het is gewoon een verschrikkelijke mooie hobby. Maar even, wat doet zo'n pestvogel nou eigenlijk in Houtwijk? Op de lijsterbessen. Hier staan heel veel bomen met bessen. En dat is wat ze graag eten. Word je er blij van? Daar word ik heel vrolijk van. Ja, absoluut. Straatlantaarns met zonnecellen. Zonnepanelen in bankjes, in het fietspad en op de daken in de omgeving. Door gebruik te maken van onder meer deze technieken is de provinciale weg, de N211 tussen Poeldijk en Den Haag, een stuk milieuvriendelijker dan andere wegen. Het is een stuk weg van 2,5 kilometer waar ruim 20 innovaties zijn aangebracht. Het asfalt is zo gemaakt dat voertuigen makkelijker over de weg rollen, minder weerstand dus en dus minder brandstofverbruik. Wat op de N211 nu is toegepast, wil de provincie Zuid-Holland als standaardweg. Dit is natuurlijk nog een proefproject, dus wat meer geld in gaan zitten. En we hebben wat meer tijd genomen om het echt goed uit te werken met allerlei innovaties. Maar straks gaan we dit gewoon vragen van al onze aannemers. En dan gaan we ervan uit dat we gaan selecteren op CO2-uitstoot bijvoorbeeld bij wegprojecten in plaats van op laagste prijs. Zodat we zoveel mogelijk CO2 minder gaan uitstoten. In het asfalt is een warmtecollector geplaatst, waardoor zonne-energie wordt gewonnen. En daarmee kan het wegdek in de zomer gekoeld worden en in de winter juist verwarmd. En er is nog een voordeel. Het zonlicht en de wrijving van het verkeer leidt tot warmte in het asfalt. En het warmte uit het asfalt vandaan gebruiken we om bij naburige bedrijven af te leveren, zodat die van de gasmeter af kunnen. Je moet dan ook denken aan kassencomplexen. Veel innovatie is gewoon zichtbaar langs het stuk weg, zoals op dit houten bushokje. De verlichting langs de weg dimt naar 50% als er nauwelijks verkeer is. De provincie Zuid-Holland wil over een aantal jaren CO2 neutraal zijn. Het oude weeshuis in de Patersteeg in Gouda heeft eindelijk een nieuwe bestemming. Sinds de verhuizing van de openbare bibliotheek 4 jaar geleden is het eigenlijk altijd onduidelijk geweest wat er nou met dat monumentale pand ging gebeuren. Maar nu de vergunningen rond zijn, kan de verbouwing voor een hotel gaan beginnen. Zoals je kunt zien is dit een gebouw uit 1642 in renaissance stijl. De rode luiken, de glas in loodramen, daar kom je niet vaak meer tegen. Met die prachtige houten kruiskozijnen. Die muurankers die mooi versierd zijn. De segmentbogen, die ronde bogen boven de ruiten. En natuurlijk dat prachtige entreeportaal met daar het stadswapen van Gouda met de 6 sterren. De kleuren van het wapenveld rood, wit, rood. Het weesmeisje aan de linkerkant en de weesjongen. Kortom, een toplocatie in het oude centrum van Gouda. Het weeshuis uit de 16e eeuw heeft sinds de jaren 70 dienst gedaan als openbare bibliotheek, maar staat alweer 4 jaar leeg. Sharon en Lennart van Gastel willen eind volgend jaar hier een hotel openen. Als je binnenkomt vanuit de poort, heb je links direct de ingang voor het mooie restaurant. Het wordt een chic restaurant. Dan als je rechts gaat, kom je in het hotel. En overal waar je hierboven kijkt, worden allemaal hotelkamers. Voor Sharon en Lennart is het weeshuis een ideale gelegenheid voor het hotel. Ons hart ligt bij dit soort gebouwen. En ja, als je voor jezelf de kans krijgt en kans pakt om zoiets moois neer te zetten en daar ook de mogelijkheden voor hebt, ja, dan is dat uiteindelijk fantastisch en een droom die uitkomt. Maar voordat het zover is, moet er dus nog veel gebeuren. Vanwege de monumentale status van het pand is dat nog wel een ding. Ja, je wil zo min mogelijk aan het monument doen. Sterker nog, dat is hetgene waarom we verliefd zijn op dit gebouw. Dus wat je wil bewaren en koesteren. En dan is er nog het parkeerprobleem. Want zoals op de maquette van Gouda is te zien, is daar eigenlijk niet of nauwelijks ruimte voor. Kijk naar andere grote steden, waar kan je wel parkeren voor de deur? Dat is totaal geen probleem. Mensen die in zo'n hotel gaan zitten, die willen geen auto zien.
Ron van Bodegem twijfelde geen moment toen hij een peuter vast zag zitten in een zinkende auto. Het meisje van 3 zat vast in haar gordels van het kinderzitje. De moeder van het meisje was vergeten de handrem aan te trekken, waardoor de auto vanaf de parkeerplaats zomaar het water inrolde. Nou, ik dacht alleen maar dat kindje moet eruit. Ik wist niet hoe diep de sloot was. Ik zag alleen dat het neus al vrij diep lag. Dus ik had zoiets van, ja, als die auto verder zakt, dan zakt het kindje misschien ook onder water. Ron ziet toevallig de auto in het water liggen als hij voorbij rijdt. Hij keert en stapt uit. Ja, en op dat moment ben ik hier omheen gelopen. Ben ik over het hek geklommen, de tuin in, waarbij ik nog heel even dacht van... Er liggen balletjes en een hondenhok. Misschien zit hier nog wel een grote hond. Maar ja, ik dacht, dat zien we daarna dan wel. Ben ik hier over het hekje heen geklommen. Heb ik gekeken of ik bij de auto naar binnen kon komen. Met het kindje gaan praten. De moeder van het meisje staat in paniek op de stoep en belt 112. Als de politie komt, staat oud-marinier Ron al in zijn onderbroek in het water. En toen heb ik uiteindelijk met mijn hand het raam kapot geslagen. Heb ik de gordel losgemaakt. En het kindje eruit getild. En inmiddels was de vrouw die hier woont, was aan de kant gaan staan. En daar heb ik het kindje aan overgedragen. Nou, dat meisje was nat tot aan de borst. Dus het was al best wel... ik wil het niet spannender maken als het wat het is, maar... En hoe kom je er dan bij om je kleding eerst nog uit te trekken voordat je in het water gaat? Ja, ik denk ik moet straks nog terug naar huis. Dus ik had zoiets van, als ik in de sloot ben geweest, dan kan ik beter in mijn onderbroek doen. En, ja, koud is met kleren ook. Dus, Een paar uur later, na een warme douche en een droge onderbroek, spreekt Ron voor het eerst de moeder van het meisje. Ja, ik gaf haar een zoen en je bent geschrokken, maar ik hoop dat je blij bent. Iets in die geest heb ik gezegd. En ze waren allebei ontzettend blij. De man was er ook bij. En het dochtertje was volgens mij nog steeds heel erg onder de indruk van alles. Dus. Af en toe was er een zonnetje de afgelopen week, maar eigenlijk was het vooral grijs. Zaterdag waren de straten even tijdelijk wit door een hagelbui. Nou, hoe het weer ook was de afgelopen week, onze weerfotografen die pakten natuurlijk gewoon hun camera's en kwamen terug met de mooiste weerfoto's. De mooiste weerfoto van de afgelopen week is gemaakt door Jolanda Bakker. Het was afgelopen dinsdag in Zevenhuizen, een van de zeldzame dagen met wat regen. Zij wint ermee de foto afgedrukt op canvas. En die wilt u ook een keertje winnen? U weet het. Blijf uw foto's opsturen naar weer@omroepwest.nl. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Het actuele nieuws kunt u blijven volgen via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend.